Na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht is zaterdag in de Kuip Feyenoord de volgende tegenstander van NEC. Ondanks de nederlaag kon trainer Rogier Meijer ook iets positiefs halen uit de wedstrijd van woensdag. Ja, als je goed kijkt dan kun je er altijd wat positiefs uit halen. Maar ik denk zeker ons veldspel tot 25 meter voor de goal van Utrecht is denk ik, was prima verzorgd. Ik denk dat je de laatste 25 meter niet genoeg gecreëerd hebt. Maar daarvoor hebben we denk ik wel onze wil zeg maar, wel op kunnen leggen aan Utrecht. En, ja, dat is positief, denk ik. Ik denk dat het ook positief is, ondanks de achterstand, zeg maar de bereidheid die het elftal heeft te blijven uitstralen en ook is blijven werken, zeg maar. Ja, dat zijn dingen die we meenemen. En uiteindelijk, ja, als je echt heel sec kijkt naar wat heb je nou voor kansen weggegeven, ja, dan is het een standaard situatie. En dan de tweede helft, een omschakelmoment en dan is die wedstrijd klaar. Je mag direct door naar de Kuip, naar Rotterdam. Korte voorbereidingstijd, hoe heb je het aangepakt? Nou, dus met name herstellen is het allerbelangrijkste en dat hebben we gisteren gedaan en een gedeelte vandaag. En natuurlijk hebben we naar Feyenoord gekeken, maar dat hebben de jongens zelf ook al gedaan, want dat is natuurlijk wel een aansprekende tegenstander. Jij weet hoe het is om daar te winnen? Ja, twee keer zelfs. En dat is een van de mooiste voetbalstadions van Nederland en misschien wel van Europa, hè. Zeker als het vol zit. En dat zal morgen vol zitten. Voor Kelvin Verdonk is de Kuip geen onbekend terrein. De NEC'er speelde eerder voor Feyenoord. Ja, zeker. 20 wedstrijden daar gespeeld. Hele jeugdopleiding daar gespeeld. En genoeg wedstrijden gezien in het stadion ook. Dus. Mag je nou morgen voor wedstrijd, hè? Volle Kuip, het mag weer. Wordt het een heet avondje? Ja, volgens mij zit het helemaal vol, ja. Het wordt natuurlijk een lastige wedstrijd. Ze doen het goed met de nieuwe trainer. Alleen, wij moeten daar gewoon wat goeds tegenover zetten. En hopelijk dat we een beetje geluk aan onze zijde hebben. En dat het een mooie wedstrijd kan worden voor ons. Maar Matson die viel ook in. Die had een goede indruk achtergelaten, vooral bij het publiek. Wanneer komt hij eens in de basis? Ja, dat zou maar zo kunnen dat hij in de basis komt. Alleen, er kunnen maar 11 spelen. En ik denk dat we die wedstrijden daarvoor ook met de jongens die gespeeld hebben prima resultaat hebben gehad. En ook een stijgende lijn te pakken hadden. Dus ja, iedereen zal geduld moeten hebben. Maar een seizoen duurt langer dan 6 of 7 wedstrijden. En, dat weet Magnus ook en hij is hard aan het werk. Dus we zullen het zien. Zaterdag om 9 uur trappen Feyenoord en NEC af in de Kuip. En dat is weer live te volgen, natuurlijk via de radio bij RN7.